Verder, 2 april speelde de ADO Vrouwen tegen die van Excelsior. Het ging om de 5e ronde van de Eredivisie Cup. Sjaak Polak gunde 6 basisspeelsters rust en vertrouwde op de andere leden van de selectie. Waaronder Bo Vonk, die eindelijk weer terug was van een blessure. Aanvulling was er vanuit de belofte die al bij de selectie waren aangesloten, Manon van Rij en Louise van Oosten. Ook Akke van der Borg viel later nog in. In de wedstrijd werden alle 5 doelpunten door ADO Vrouwen gemaakt. De eindstand was 4-1. Manon, allereerst gefeliciteerd met de overwinning. En gescoord. Ja, ik ben blij mee. Eerste goal. Dus. Tegen een tegenstander waar je ook je competitiedebuut hebt gemaakt. Excelsior Rotterdam, destijds in Rotterdam. Ja, nu mooi om het thuis te doen. Je hebt samen met Louise een contract getekend tot 2024. Die kwam uit Jong ADO, zeg maar, ADO Belofte. Hoe is die weg verlopen van ADO Belofte naar het eerste team? Want je bent daar toch samen met Louise steeds bij betrokken bij het eerste, zeg maar. Ja, we zijn vorig seizoen, begin dit seizoen, hebben we een stap gemaakt naar Jong. En nu met corona kan je natuurlijk niet met de bubbel in en uit. Dus zijn we op een gegeven moment vast mee gaan trainen. En nu mogen we blijven mee trainen. En zitten we ze nu zodoende bij de selectie ook. Was dat een grote stap voor je? Ja, begin wel. Fysiek en natuurlijk ook. Gewoon het spel is sneller. Maar zoals als je elke dag meetraint, gaat dat snel. En qua fysiek, is dat ook zwaarder? Of? Ja, fysiek. En het krijgt natuurlijk toch wel een harde duwtje af en toe. Harder de duels in. Dus, ik heb me even verdiept in je voetbalachtergrond, zeg maar. Je komt uit Ouderwater. Destijds was het nog Unio, dat is nu Ouderwater. Mm-hmm. In welke leeftijdsklasse ben je ingestroomd bij de jeugd, zeg maar? Al vanaf de F's of de E'tjes, hoe werkt dat? De F's, ja. De F6 ben ik begonnen. Dus, veel jeugd dus bij Ouderwater, als je met F6 al begint? Ja, het wordt wel minder, maar F6, ja, 6 teams. Nu ben je echt maar betrokken bij het eerste team, bij een trainer die ook door de wol geverfd is. Wat leert Sjaak Polak, jullie als jongelingen, zeg maar? Nou, wat heel belangrijk is, dat wij gewoon durven, dat we fouten durven te maken. Dus daarmee zorgt hij dat we eigenlijk niet zoveel druk op onszelf hebben en dat we gewoon lekker gaan voetballen. Omdat het fouten maken doet iedereen. Dus, wat voor soort speelster ben jij? Als je jezelf moet omschrijven. Ja, ik denk speelster met veel diepgang. Die voor de goal kan komen, ook een goal kan maken. En ook wel tussen die lijnen veel combinaties. Wat is jouw toekomstdroom? Want je wil een jonge speelster nog. Dus je hebt nog een hele carrière voor je. Waar zou je uiteindelijk willen eindigen? Natuurlijk het Nederlands elftal is een droom. Maar nu zou ik dat nog niet weten. Ik heb nu gewoon bij ADO en dan zie ik dan vanzelf wel. Jullie hebben geplaatst voor de kampioenspool. Dat is natuurlijk ook lekker om met name dan tegen Ajax, PSV en FC Twente te mogen voetballen. Hoe zie je de kansen voor dit ADO? Nee, ik denk dat wij gewoon lekker moeten gaan voetballen zoals we nu doen. Dan kunnen we het iedereen lastig maken en gewoon zoveel mogelijk punten te pakken. Je hebt nog wel een gele kaart gepakt, hè, vanavond. Nee, ik niet. Ja, niet. Wie was dat dan? Dat was Louise. Oh, Louise. Dat is de volgende dan. Die komt nu aan de beurt. Nee, ik heb geen gele kaart. Louise, om even met het verhaal te beginnen waar ik geëindigd ben bij Manon. Gele kaart. Ja. Ongelukkig of bewust? Het was wel bewust, want het was uit de corner. Er kwam een hobbelige bal naar mij en ik leed balverlies. Dus om de counter eruit te halen dacht ik, ik trek haar even. Maar ik dacht dat ik het wel deed dat de scheidsrechter niet zag, maar hij zag het dus ja. Maar het was gelukkig laat, dus maakt niet uit. Jouw carrière is ooit begonnen bij GDA in Loosduinen. Ben je in Loosduinen of niet? Nee. Hoe ben je daar dan terecht gekomen? Via mijn broer. Ik begon bij Graaf Willem en toen ging hij naar GDA, dus ging ik daar ook naartoe. Dat was wel heel verschil. Graaf Willem, ja. Bijna tegen Wassenaar en GDA bijna tegen het Westland dan. Ja, dat waren eigenlijk bijna in die tijd de enige clubs die meisjes toen aannamen, dus daarom. Even naar jouw debuut. Dat heb je gemaakt in de competitie tegen Alkmaar hier thuis. Je werkt ook naar een bepaalde prestatie toen natuurlijk. Hoe is jouw voorland geweest in het jonge ADO
overkomend van een GDA. Hoe is dat gegaan destijds? Nou, ik begon dus dit seizoen bij Jong. Dat was ook mijn eerste seizoen bij Jong. En toen heb ik eigenlijk in september mocht ik voor het eerste keer meetrainen. Maar toen kwam corona nog erger, zeg maar. En toen moesten het eerst in de bubbel. Toen in november mochten we een keer meedoen met de Excelsior. En toen ging ik daarna weer even terug naar de belofte. En toen na de winterstop mocht ik eigenlijk gewoon vast in de bubbel meetrainen en alles. Nu heeft Sjaak Polak die wedstrijd van vanavond zeg maar, gebruikt om met name jullie dan weer een speelminuut te geven. Zeg maar. Ja. Hoe lekker is dat dan voor je om een hele wedstrijd te mogen voetballen? Ja, ik voel het nu wel een beetje aan mijn kuiten, maar het was wel gewoon te doen in het veld. En we trainen ook gewoon elke dag. Dus ja, als je gewoon dat volhoudt, kan je ook wel 90 minuten volhouden, denk ik. Wat voor soort voetbalster ben jij, vind je zelf? Wel een harde werker, fysiek sterk en ja, ik hou wel gewoon van duel spelen en lekker dribbelen. Wat is je grootste pluspunt voor jezelf? Mijn snelheid en mijn fysiek, denk ik wel. Heb je al een voorbeeld binnen de huidige selectie van Adelaar? Van de vrouwen? Ja, precies. Ja, dus tegen wie ik opkijk, zeg maar. Nadine Noordam, ik zeg maar een voorbeeld. Ja, Nadine Noordam bijvoorbeeld. Ja, die doet heel goed, ook bij onder 23, dus ja, daar kijk ik wel tegenop. Jullie hebben nu geplaatst voor de kampioenspool. Dat is natuurlijk lekker dat je tegen topploegen speelt in Nederland, zeg maar. Wat kan je daarvan leren als jonge voetbalster? Omgaan met de druk, want het is natuurlijk wel belangrijk om tegen die belangrijke teams te spelen. En ja, je gaat echt mee in het teamproces en gewoon er staan als je moet invallen en ja, gewoon even geconcentreerd zijn en je kansen pakken als die komen. Waar wil je over 10 jaar staan? Ik hoop bij Barcelona in het Nederlands elftal. Wat zijn je idealen, zeg maar, wat je nu in je hoofd hebt? Ja, eerst gewoon slagen bij ADO, daar basisspeelster worden en gewoon daar, ja, gewoon echt vaste waarde worden, belangrijk voor het team worden. En dan gelijk naar het buitenland eigenlijk en bij het Nederlands elftal komen dan. En gewoon elke jeugdteam van het Nederlands elftal nog doorlopen. Als je de ontwikkeling van het meisjes-vrouwenvoetbal ziet, dan heeft dat een enorme vlucht genomen de laatste jaren. Veel aandacht ook, ook nu. Met name dan bij ESPN en NOS besteedt ook aandacht aan het vrouwenvoetbal. Ik denk een hele goede zaak. Ja, zeker. Wat vind je daar zo belangrijk aan, dat het waarvoor de aandacht gegenereerd wordt om meer mensen te kijken, te trekken die naar voetbal kijken, met name dan de jeugd, naar damesvoetbal. Is dat iets waarvan je zegt van dat is een hele goede zaak? Ja, zeker, want we werken even hard als de mannen en toch, ja, het heeft gewoon veel minder aandacht en het is veel minder groot, maar ik denk dat we net zo hard werken en het ook verdienen om die aandacht te krijgen.